We zijn begonnen 25 jaar geleden. Ik heb het overgenomen van haar vader. Die was toen erg ziek en die goede man die was voor de aquariumvereniging aan het kienen. Dus en toen vroeg hij aan mij, Wim, wil jij het van mij overnemen? Want wij hebben altijd heel goede contacten gehad. En ik zou het graag aan jou willen geven dat jij doorgaat. En dan wil ik vragen of een Lia jou kan en wil helpen. En toen heb ik gezegd, nou ik heb toch mensen nodig die verstand hebben van kinderen. Want ik had er echt geen bal verstand van. En Lia die heeft toen gezegd van Wim, ik ga jou helpen zolang als ik kan. En zolang als ik zeg ja, dan kom ik jou helpen. Ja, dus Lia is er ook al 25 jaar bij? Ja, eigenlijk al langer hè. Ja? Ja, eigenlijk al langer. Ja, ik denk iets van 45. 45 jaar? Ja, dat denk ik zeker. Of vanwege jouw vader natuurlijk? Ja, vanwege mijn vader, ja. Zo. Ja, en 25 jaar al met Wim. Zo, dat is de moeite. Dus we hebben een dubbel jubileum eigenlijk. Nou ja. Danny. Hey. Jij komt hier de 25-jarige Kien. Kom jij je opvrolijken? Ik ben wel gevraagd een half jaar geleden om hier te komen zingen. En ik zei het net nog tegen de man die mij schuift, Patrick Timmermans. Ik zei, we gaan iets doen wat heel gek is. En dat is, ik mag niet zingen. Ik mag mijn liedjes dadelijk aankondigen. Patrick gaat mijn liedjes schuiven, die gaat de liedjes doen. En ik moet er langs blijven staan en ik doe niks. Hoera, ik doe nog 33 jaar muziek maken. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. En ik heb wat meegemaakt in de coronatijd. Ja, nou, het is leuk en het is nog steeds... Hè? Ja. We doen het met heel veel enthousiasme. Ja. En elke week is het, hè? Elke donderdagavond. Ja. In de Walnoot. In de Walnoot. Begint om 8:00. Zaal is open om 6:30. Ja. Ja. Nou, ik vind het gewoon een gezellige avond. Je bent weg en je kunt er nog wat mee te verdienen. Ja? Ja. Waarom? Aan de bingo. Bij onderkruid is het hier de geldprijzen. En heb je wel eens wat gewonnen? Oh jee. Maar ik vind het wel gezellig. En ik hoop dat ze nog lang doorgaan. En wat ik nou ook wel leuk vind, eigenlijk heel spontaan, dat er ook mensen vanuit Ludwina hier zijn. Mm-hmm. En ook vanuit het Wereldhuis, waar wij ook aquariums uit hebben staan, waar wij die kienverenigingen voor avonden voor organiseren. Dat die mensen ook spontaan hier naartoe gekomen zijn om ons een hart onder de riem te steken. Dat vind ik toch wel heel leuk en spontaan. Het kind is in samenwerking met Aquavaria. Klopt. Wat is de functie van Aquavaria? Aquavaria, nou, ik ben welzijnsbegeleider bij Preekhuis Ludwina hier in Boksel. En zij onderhouden daar onder andere de aquariums die bij ons in huis staan. Waar onze bewoners dus heerlijk van kunnen genieten. Lekker bij kunnen gaan zitten, waar ze de rust kunnen vinden. Of gewoon een leven langslopen naar de vissen kijken. Het brengt gewoon heel veel sfeer, rust en gezelligheid in huis, die aquariums. Ja, maar de mensen van Ludwina zijn ook hier, heb ik begrepen. Deze twee dames zijn van Ludwina. En we hebben al prijs ook. Heeft u al prijs? Ja. Wat heeft u gewonnen? Ja, 5 euro. 5 euro. 5 euro. Heeft u ook al prijs? Nee, ik heb nog geen prijs. Geen prijs? Nee. Maar het is wel gezegd. En gaat u nog voor de prijs nu? Ja, ik zie wel. Nou, nog 25 jaar erbij. Daar gaan we voor. We proberen het wel. Laten we daarvan uitgaan. Als de gezondheid het toelaat, dan, dan zullen wij nog gewoon een tijdje doen, Wim. Hè? Ja. Nou, succes en namens heel Boksel. Dankjewel. Dankjewel.